zijn, ik ben Tamara van der Peet en dit is Madelon Ullier. Wij zijn van LEMS. En wij presenteren vandaag KLM Live Reply. Allereerst natuurlijk heel erg bedankt voor de nominatie. We zijn heel blij om hier te staan vandaag. En wij begonnen deze opdracht met een hele simpele vraag eigenlijk. Promote KLM's persoonlijke 24/7 social media service. En die service is best wel heel erg uniek. KLM is eigenlijk ongeëvenaard in social media. En ook de social media service is echt 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Een echt persoonlijk, een echt team van mensen die dedicated is om vragen en comments echt persoonlijk te antwoorden. Dus juist dat persoonlijke wat heel erg echt in het KLM-merk zit, die persoonlijke service, wilden we uitvergroten in de campagne. En dat hebben we zo gedaan. Ja. Dat ga ik even aan de hand van een filmpje uitleggen. Wat hebben we gedaan? We hebben 450 stewardessen hebben we verzameld in een loods op Schiphol. 19 september. Daar komen ze aan. En als je dan een vraag had, bijvoorbeeld op Facebook of Twitter, zoals Jessica, die zegt, kan ik mijn hond meenemen in het vliegtuig? Dan formuleerden we een antwoord. Pakten de stewardessen en ook grondpersoneel, iedereen van KLM eigenlijk, pakten ze letter. En je kreeg een heel persoonlijke videoboodschap terug met je antwoord daarin. Dit hebben we 12 uur lang hebben we dat gedaan. Het was een enorme operatie, zoals je kunt zien. En de reacties waren zo goed dat we trending topic werden op Twitter. En ook de mensen die een filmpje kregen, ja, die waren er zo verrast mee, want ze hadden er niet om gevraagd. Dat iedereen er eigenlijk over ging praten. En ook de media heeft het goed opgepakt, internationaal en nationaal. En het allerbelangrijkste, of een van de belangrijke dingen, de KLM crew was zelf ook heel erg trots weer om voor KLM te werken. En dat was het. Dat was hem. En de resultaten? We hebben die dag 64 persoonlijke live reply video's opgenomen en verstuurd. En die zijn uiteindelijk ruim 450.000 keer bekeken, de YouTube filmpjes. Op de dag zelf waren er 3 keer meer social media posts dan op een gewone dag. We hebben mensen niet opgeroepen, we zijn begonnen en het was echt 1 dag bijzondere filmpjes versturen. We waren trending topic en uiteindelijk, ondanks dat dat niet specifiek als doelstelling geformuleerd was, hebben we een structurele stijging van ongeveer 10% weten te bewerkstelligen in het aantal social media vragen. En een enorme bonus was eigenlijk het interne effect. Dus de trotse medewerkers en iedereen was helemaal enthousiast en echt team spirit. En het leefde in de hele organisatie. En dat heeft er ook voor gezorgd dat de social media hub echt geïntegreerd is in de organisatie. Dan, wat hebben we geleerd? Of wat vonden we zelf de kracht van de campagne? Eigenlijk van een gewone tweet via een toch misschien een beetje op een onpersoonlijke manier, een onpersoonlijk kanaal, een echt persoonlijk antwoord krijgen, een live reply. Dus ook de kracht van de eigen medewerkers. Dat zien we echt, dus niet geen acteurs, maar mensen die echt van het merk houden en die elke dag hun best doen om klanten zo goed mogelijk te helpen en zo goed mogelijk antwoord te geven op vragen. Dus de impact van het echt persoonlijke, zo persoonlijk dat je het door wilt sturen. En hoe persoonlijk dat dan was, daar hebben we een voorbeeld van meegenomen. Dit was een moeder die vroeg of hij haar zoon, die jarig was op die dag, wilde feliciteren. En dat hebben we gedaan op een hele bijzondere manier. En zing! En was er ook nog iemand die vroeg of we konden dansen. Dus dat hebben we ook gedaan. Daar hebben we helaas niet het voorbeeld van, maar die kun je nog terugvinden op YouTube.
We hebben antwoord gegeven, ja, en we zijn gaan dansen. Ja. En je tijd was om. Nou, dat was het ook. Dankjewel. Ja. Jury, mag best een applausje hoor, echt wel. Jury. Ik ben heel benieuwd, want het is natuurlijk heel gaaf dat die mensen meedoen. En dat ze enthousiast zijn. Dat lijkt me ook enorm impact hebben op die eigen organisatie. Ja. Even een hele praktische. Doen mensen dit nou in werktijd, die KLM'ers? Nee. Of krijgen ze daarvoor? Nee, ze hebben er helemaal niks voor. Een fles wijn. Ja? Fles wijn. Een vrije tijdactiviteit. Vrije tijd, ja. Heel veel stewardessen werken 60 of 80 procent. Dus die hebben wat dagen vrij. En we hebben ze allemaal vrijwillig meegekregen. Dat vonden we zelf ook super bijzonder. Maar het was gewoon een hele leuke samenwerking tussen KLM en ons. En die hebben een interne mail eruit gestuurd naar alle medewerkers. Dus ook grondstaf en bagagemedewerkers en dat soort mensen. En de mailtjes stroomden binnen. Ik kreeg van iedereen, ja tuurlijk, leuk. En dat kwam ook omdat KLM natuurlijk altijd wel leuke acties doet. Dat weten ze. Hè. En ze zijn trots om voor KLM te werken, dus ook leuk om dit te doen. Ja. Nou, ik vind juist dat de kracht van deze campagne, dat jullie het heel erg met die eigen medewerkers hebben gedaan, dat je niet een blik acteurs of zo ergens opengetrokken hebt. Maar wat ik me afvraag, dat was een vraag en die hebben jullie al beantwoord, van zijn die eigen medewerkers ook meer gebruik gaan maken van social media? Nou, jullie zeiden al dat dat zo is, maar praten ze dan ook over KLM? Ja. Weet je dat? Ja, want ze hebben dus heel veel stewardessen hebben ook hun dat zag je dan later terug de volgende dag en de dag daarna. Hadden ze een profielfoto, hadden ze ook veranderd met de letters. Vasthoudend. Ah, tof. En ja, superleuk. Dus, okay. Ja. Okay, dankjewel. Ja, want jullie presenteerden de case met de laatste zin en als bonus kregen we op de koop toe dat het intern meer is gaan leven. Maar waarom zijn jullie niet daar vanaf het begin af aan mee gestart? Want je weet dat een merk juist door de medewerkers gedragen wordt. Ja, nou dat is ook uiteindelijk waarom we voor deze aanpak hebben gekozen. Maar het was natuurlijk niet, het was niet de briefing, het was niet de opdracht. Dus daardoor, door de manier waarop we het hebben aangepakt, is dat eigenlijk een extra bonus. En inderdaad super mooi. Dus ja, de manier waarop we het hebben aangepakt, zou je dat kunnen verwachten. En dat hebben we ook in ons achterhoofd gehouden. Maar het was niet in het begin niet de opdracht. De opdracht was geen interne campagne. Het was promoten onze social media service. En daar hebben we ook een interne campagne gelijk van gemaakt. En dat bedoelden ze met de bonus. Ja. Okay, dank je. Komen er nog meer van dit soort acties waar medewerkers bij worden betrokken? Dat kunnen we niet zo heel veel over zeggen, maar gezien het enthousiasme hopen we van wel. Ja, want kan je iets zeggen over de voorbereiding? Hoe lang hebben jullie dit voorbereid, los van die bordjes drukken? Want zo'n lood was er al. Ja. Nou, we hadden heel kort tijd. Ik weet niet meer exact hoeveel weken, maar dat zegt 2-3 weken. Dus we hebben meteen iedereen, we hadden dit idee gepresenteerd en het was natuurlijk best een omslachtig idee. Dus we moesten heel snel, hebben we met z'n allen geschakeld. KLM heeft heel snel intern die mail eruit gestuurd van jongens, kom op, allemaal meedoen. En wij was een gek, inderdaad alles, we hadden heel weinig budget. Dus we konden ook niet een heel groot productiemaatschappij en alles regelen die dat allemaal even voor ons zou regelen. Dus we hebben het allemaal een beetje zelf staan doen en... Dus jullie zeiden op welke stip ze moesten gaan staan? Nou, we hebben zelf inderdaad uitgevonden hoe het systeem zou gaan. Want dat is nog best wel moeilijk. Ja. Elke stewardess had zijn eigen nummertje. En dat nummertje stond op het veld, maar dat was zo klein dat je het niet kon zien met de camera. Dus we hadden bandjes gemaakt voor de stewardess. Die had dan nummer 34 en dat stond dan op het veld, stond dan nummer 34. En dan stond er op een groot scherm, stond welke letter dan nummer 34 had. En dan moesten ze erheen rennen, een letter pakken en dan weer snel naar de plek rennen en dan omhoog doen. Dus het was gewoon leuk. Hoeveel berichten hebben jullie niet kunnen beantwoorden? Daar hebben we geen cijfers van, maar we hebben inderdaad niet alle berichten kunnen op deze manier kunnen beantwoorden. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon, zoals KLM ook normaal doet, alle vragen die er gesteld werden, hebben we beantwoord. En we hadden een livestream om ook te bewijzen dat we het echt aan het doen waren. Want misschien geloofde iemand het niet. Dat er geen pauze was. Ja, dat er geen pauze was. En we hebben mensen ook verwezen naar de livestream van, joh, hè, als je het nou zo leuk vindt, kijk dan in ieder geval ook mee op de livestream. En we hebben ook helemaal geen negatieve reacties gehad van mensen die zeiden van, hè, we hebben niet zo'n video gehad. Want je kan ook niet natuurlijk
20.000 video's maken in 12 uur. Ik heb nog wel één laatste vraag. De doelstelling was bekendheid geven aan de social media kanalen van KLM. Is dat geslaagd? Hè? Want we zien de doelstelling was vooral om te laten zien hoe persoonlijk de social media service was. Dat er echt 12 man, er zitten 12 man bij KLM, continu alle vragen persoonlijk te beantwoorden. Geen één computergegenereerde vraag. Dus dat persoonlijke, dat wilde we heel erg benadrukken. Dus dat is gelukt. Ja, dat is gelukt.